Wat de fuck gebeurt hier? Oh my god. Mam, dat is mijn moeder. Kijk dan. Huh? En mijn ma ook. En de mijne ook. Maar hoe zijn ze zo jong? Maar ik ga. Oh, is goed, lieverd. Veel plezier. Ik zie je morgen. Als je van die vervelende jochies tegenkomt, gewoon bellen, hè? Dan zal ik zijn lesje leren. Waar bemoei jij je mee? Ik heb al een vader. Nou, Tamar. Het is niet zo raar. Whatever. Meerte. Wat? Nou zeg, heb jij het weer op je heupen? Ik vraag hoe ik eruit zie. Hoezo? Dat heb ik toch gezegd. Ik ga wat drinken met Diana. Waarom gaat alles steeds over Diana? Nou Meerte, dat is niet waar. Niet alles gaat de hele tijd... Oh my god, stop alsjeblieft. Nou, ze is er al, dus ik... Heel veel plezier met de meiden vanavond, oké? Okay? Ik ben waarschijnlijk laat thuis. Dag. Fuck die Anna. Een hele dag binnen bij Haiki. Kalender met gaat er dan tent. Dus hij wil niet fokken met hem. En zij wil niet fokken met haar. Maar als ik kan kijken op de gram. Dan wil ze mijn laptop. Zei je wat? Ik vroeg maar mijn laptop was, maar ik zie het. Wat voor feestje gaan jullie eigenlijk? Toch al gezegd. Een meisje uit mijn klas wordt 15 en ze geeft huisfeestje. Oké, en zijn deze jurkjes dan niet een beetje too much? Nee, hoezo? Huisfeestjes zijn meestal een beetje meer casual. Misschien was dat zo in 1880, maar in deze tijd dragen we dit gewoon. Dat is goed, maar doe er wel iets over in, hè? Want je gaat niet zo naar die messenhuis. Ik heb een vest in mijn trolley, ik zal dat dragen. Oké. Nou, veel plezier, schatje. Doe wel voorzichtig. Ja. Daarom hou ik er op een afstand. Soms zet je jezelf in gevaar. Ben aan het rennen, soms was ik niet daar. Sorry mama, ik spreek dit van mijn jaar. Hey, ik kan niet fokken met strangers. Je moet te veel zetten, hè? Oh my god, Tamar. Laat me dit gewoon afmaken. Yo, Vizirishi, Rika, Juju. Heb jij zin in een feestje vanavond? Denk het wel. Ja? Vanavond staan wij bij Club Black. Zorg dat je erbij bent, want dit wil je niet missen. Was dat Rika? Ja. Met Juju en Richelle. Oh my god. Ik moet er echt perfect uitzien. Snap je? Waarom doen jullie zo blij? Het zijn gewoon jongens uit de buurt. Met hits op Spotify, ja. Waar jij ook gewoon elke dag naar luistert? Ja, oké, okay, whatever. Had je die link al naar mij en Shaf gemaild? Oh. Oh ja, we moeten nog die tickets downloaden. Nee, nog niet. Ik stuur de mail wel even door. Cool. ID's zijn geregeld. Die krijgen we daar. Nice. Omkleer? Ja. Bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that shit back, bitch, I'm stylish. Kijk ik dik in deze jurk? Nee hoor, staat mooi. Ja, super cute. Mijn moeder die blijft me maar stalken. Dit doet ze elke keer wanneer ik ergens naartoe wil. Zet gewoon niet storen aan. Dat doe ik ook altijd bij mijn moeder. Ze liep net alweer te zeiken. Echt? Mm-hmm. Nee, als ik dat doe, wordt ze echt lijp. Ik doe het ook vaak hoor. Maar die van mij is nu helemaal verliefd op Diana. Dus zeikt ze minder. Diana? Is ze lesbisch? Weet ik veel wat ze is? Wat wil deze vrouw? Had jij trouwens nog gekeken hoe laat de laatste metro gaat? We kunnen gewoon tot het eind blijven. Maar kan je even opschrijven?
Ik heb de mail open laten staan op mijn moeder haar laptop. En nu heeft ze onze tickets gezien. Oh my god, Shaf! Kijk. Dus we liegen, Savelli. Je hebt een half uur om thuis te zijn. Zo niet, kom ik je in die club halen. Zij is Big Mad. Ze is weer iets aan het opnemen. En weten de moeders van Myrthe en Tamar dat hun dochters naar een club gaan in plaats van naar een huisfeestje? Ik wil hun telefoonnummers nu hebben. We zijn fucked. Oké, maar we gaan gewoon nog, toch? Hoor je niet wat ze zei? Ze komt ons halen in de club. Oh my god, maar hoe laat je ook je mail opgeopend op je moeder haar laptop, Chevelli? Hoezo doe jij net alsof dit mijn schuld is? Als jij gewoon die dingen naar ons had geappt, dan was het ook nooit gebeurd. Dat slaat nergens op. Zijn jullie serieus? Ik moet straks naar het gezeik van mijn moeder luisteren. En nu ook nog naar jullie? Waarom doe jij net alsof je de enige bent, Tamar? Dat bedoel ik. We hebben alle drie een irritante zeikwijf als moeder. What the fuck? Wow. Ook dat nog. Kan iemand even zijn zaklamp aanmaken? Ja, wacht even. Telefoontrip raar? Het doet helemaal niets meer. Kun jij het even doen, Tamar? Ik zat ook al te kijken, maar hij doet ook niets. Ook niets? Ik ga niet dansen vanavond. Wie is in je huis, Myrthe? Hoe moet ik dat weten? Ik vind het echt raar dat we zoveel in een discotheek hebben. Ja. Straks zijn het geesten. Shh. Ze komen naar de kamer. Kom, in de kast. We moeten echt opschieten, hè? De deuren gaan om 8 uur dicht. Draag gewoon mijn ouders hier, dus ik ben zo klaar. Dit is niet mijn kamer. En wie zijn dat? What the fuck gebeurt hier? Ga jij in je ouders hier naar het schoolfeest? Ja? Ja, toch? Het is een schoolfeest. Ja, en? Laat haar gewoon. Willen jullie mijn jurkje zien? Ja? Ja! Waarom doet mijn telefoon het niet? Oh, oh mooi, heel mooi. Mom, dat is mijn moeder. Shh. Kijk dan. Oh, wacht. Ik laat hem mij ook zien. Huh? En mijn ma ook. En mijn ma ook. Hoe zijn ze zo jong? Ze draaien ze niet alleen gabber, hoor. Dat is juist kikken. Eeuw, nee. Ik wil gewoon de hele avond bobbelen. Eeuw, wat ruik ik. Sorry, ik ben een beetje zenuwachtig. Ben jij serieus? Wat was dat? Weet ik niet. Rebecca, hebben jullie geesten in huis? Geesten bestaan niet, Anoushka. Echt wel? Mijn oma had ze vroeger ook. 1996, Vera. Daar gelooft niemand meer in. Wat de hel doen wij in 1996? Hallo?